Oh ja, hij heeft echt een haar in zand. Waar mag dat Turk in de knop? Hallo, good morning. Het is vrijdag vandaag. En jawel, jawel. Ik ga Yola vandaag weer zelf naar school brengen. Voor het eerst. Echt heel erg fijn. Want dat vind ik altijd heel erg leuk om te doen. Anders mis ik mijn Joltje. Hé, Jol? Ja. Ja, en we gaan lekker op de fiets. Dus dat is helemaal lekker. Ik heb een goede nacht gehad. Jax heeft 2 keer achter elkaar 3 uur geslapen. So, I feel good. Let's go! Hallo, en zwaai. Zwaai, zwaai. Jax heeft wel geteld. Wel geteld. Een half uurtje geslapen. Hierin naast me. En ik dus ook. Dat was wel lekker. En na, ik denk eigenlijk 3 kwartier. Want ik heb ook nog de was opgevouwen. Jee, ik heb de was opgevouwen. Ik zit weer even op mijn pitstopplankje. Plankje. Ja, het is inderdaad een plankje. Het is geen bankje, het is een plankje. Het is namelijk maar één ding. De rest is een soort van weggesloopt of zo. Maar... Weet je wat ik nou eigenlijk het vervelendste vind van het vloggen in deze periode? Dat elke keer ik naar mezelf kijk, zo. Eigenlijk moet dat klepje gewoon weg, zo. Dag. Oké, het plan is, joh. Jij gaat helemaal alleen naar huis fietsen. En ik kom gewoon rustig achter jou aanlopen en dan zie ik je straks thuis. Dat zei ik al. Nou, top. Succes. Tot straks. Doei. Doei. Zo, daar ben ik. En kijk eens even hoe ik ontvangen word door deze meid. Ze heeft gewoon de tafel alvast helemaal gedekt. Toppie! Ik ben trots op jou! Ja, het gaat beginnen. Hij pakt je haar. Geef me terug, haar terug. Het is nu al een womanizer. Oh, serieus? Heb je nou een stuk van mijn haar geplukt? Oh ja, hij heeft echt een haar in zand. Het is avond. Eind goed, al goed. Want ik heb borst gegeven aan die kant. Gekoft aan de andere kant. Jack slaapt nu boven. Die is boven bij Bart. En ik ga nu eindelijk, jawel, jawel, douchen. Samen met Yola. Heerlijk. Het is zo'n race tegen de klok geweest vandaag. Het combineren van kolven en borstvoeding geven was echt even een hele planning. Maar het is gelukt. Tot morgen. Doei. Hallo. Goedemorgen, / middag alweer. Yola en Bart die gaan er eventjes op uit. Die hebben een soort papa en Jol dag. En wij chillen nog even verder op de bank hier. Hè? Je hebt de hikken. Hik. Strakjes komt mijn moeder en mijn zusje. Dus ik blijf ook gewoon lekker zo boeien. Hè? Morgen gaan we wel weer even wat ervan maken. Ja. Ah, een leuk boerderijtje. Wisten jullie het al? Ik heb ook een zus. Een zusje. Kijk maar. En tante. En tante. Loes is weer tante geworden. Ja, omdat het zo kan staan? Nee, omdat hij zijn hoofdje. Kijk, normaal doen we zo of zo. Dan kan het Kijk, dit is dus de draagdoek van mijn moeder. En die heeft ze even goed uitgelegd nu hoe ik hem moet gaan dragen. Hallo, een hele goeie zondagmorgen. Bakkerij Bart is weer geopend. Zeker, zeker. Eetje, zondag. Koffietje, ontbijtje. Hier, bam. Is het genoeg, schat? Ja. Kaasbroodjes zitten in de oven. Ja, zelfgemaakte kaasbroodjes, kom maar kijken. Oh, 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 oh. Yola die is alweer thuis, die is op een slaapfeestje geweest, dus die zal zo wel een mooie inkakker krijgen. Nee? Nee. Goed geslapen? Mooi. Dus, nou, wat gaan we doen vandaag? We hebben weer wat visite, ik moet nog een foto maken en ik moet eigenlijk ook nog een beetje editen. Dat ga ik proberen allemaal tussendoor te doen, tussen dit zondagdagje. En wat dan meer? Nou, vraag maar Jol. Aardbeien, flappen,
aardbeiflappen gaan jullie maken. Aardbeiflappen. Nou, ik ben heel benieuwd naar jullie aardbeiflappen. We gaan ook proberen met de aardbeien erbij. Kijk hoe dat doet. Framboos is boos. Ja. En framblij is blij. Oh, dan gaan we voor framblijen. Of een aardboos. Of een aardboos. Een aardblij. Doe mij maar een aardblijflap. Welke denk je dat Jack zou kiezen van deze? Welke denk ik dat Jack zou kiezen? Ja! Die. Oh ja, omdat ze tegen. Volgens mij zou hij hem zo pakken als je hem zo voor zijn snoet houdt. Als je hem zo houdt, zo. Ja. Ik krijg dat Jos en Elle. Nee! Hij zou niet. Dit is meer. Nee, deze, meer oh, dit ben ik dit meer, bedankt. Oh, met de tepelkloof erbij. Deze! Deze ook. Ja, maak er maar een grapje van. Van mijn pijnlijke borsten. Ga er maar beter een grapje van maken. Ik ben eventjes de was aan het doen. Ja. Mijn bed aan het opmaken. Of verschonen. En normaal is dat echt lastig wanneer je een huilend kindje op de achtergrond hebt. Maar de ideale oplossing is een draagdoek. Kijk nou, hij ligt zo lekker erin. Echt heerlijk. Ik had dit van de week al een keertje gedaan. Maar toen had ik hem niet helemaal goed om. Nu heb ik hem trouwens wel goed om. Dit is de combi-kotti van mijn moeder. Alleen dit is wel een beetje een te grote. Dus hij hangt wat lager dan zou moeten. Maar voor in huis is dat niet zo erg. Het is een doek die gaat kruislings via die kant. En eentje kruis via die kant. En dan nog eentje zo eroverheen. En heb ik nog een andere. Dat is zo'n lange. Zo'n tricotti. En die zal ik dan meer die voor wat veiliger en nog buiten gebruiken. Maar dit is gewoon lekker voor in huis. Trouwens, het is gewoon veilig hoor, maar hij hangt wat laag in deze. Dus die andere zou ook wat prettiger zijn wanneer je echt de hort opgaat, zeg maar. Nou, het is helaas niet wat de kraamverzorgster altijd deed. Want als ik dan boven kwam en de kraamverzorgster die had het bed opgemaakt, dan leek het net alsof ik in een hotelkamer kwam. Ik weet niet hoe ze het deed, maar het zag er echt super mooi uit. Een Bart's appelflap aanmaken. Appel aardbeiflappen. Lekker lekker. Jola heeft de aardbeien gesneden. Kijk, kom maar hier. Dit is nog even een beetje over. Kijk, is heerlijk. Mag ik het wel beter als het over is? Aardbeien en kaneel. En de saus hier is er straks uit. Lekker. Mm-hmm. Goed. Hij ja, perfect. Ja, ook wel perfect hoor. Oh ja, nu wel. Kijk, hij is koud. Daar kon je koken. Yes, het gaat wel best snel.